We gaan verder met de actualiteitenrubriek. Vorige week donderdag was TV Slingeland weer aanwezig bij de persconferentie over de besluitenlijst van het college van BNW. Kijkt u naar de volgende bijdrage. We hebben net de gemeentelijke persconferentie bijgewoond en daarbij is gesproken over de besluiten die genomen zijn door het college van BNW. Daar praat ik over met wethouder Gert-Jan de Gronde. Het eerste besluit, waar ging dat over? Het eerste besluit ging over dat we bij onze sociale diensten wat strenger gaan controleren of er rechtmatig gebruik wordt gemaakt van alle voorzieningen. Wat voor voorzieningen bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld de bijstand. Hè, dat is natuurlijk de belangrijkste en de bijzondere bijstand. Dus een aanvullende uitkering op de bijstand. En daar hebben we natuurlijk gemeentelijke kaders voor op basis waarvan je dat mag uitkeren. En waarom wordt dat nu strenger bekeken? Nou ja, we waren natuurlijk altijd al best streng. Hè? Dus het is niet zo dat mensen zomaar een bijstandsuitkering krijgen. Dan moet je echt aan bepaalde voorwaarden voldoen. Maar goed, in deze tijd waarin er meer een beroep wordt gedaan op bijstand, moeten we toch wat kritischer kijken of mensen inderdaad aan alle voorwaarden voldoen. En dat heeft natuurlijk alles ook te maken met het feit dat de budgetten die we krijgen, er wordt steeds meer een beroep op gedaan omdat er meer mensen in de bijstand zitten vanwege toch de economisch slechte tijd. En we kunnen het geld maar één keer uitgeven, dus we moeten echt heel goed kijken of iemand terecht een uitkering krijgt. Heeft dat te maken met signalen die zijn ontvangen of zo? Nee, het is ook wel op basis van landelijke richtlijnen, zeg maar. We moeten toch daar gewoon kritischer ook vanuit het Rijk naar kijken. Want uiteindelijk wordt het natuurlijk via het gemeentefonds betaald. En het Rijk verlangt van ons ook dat wij heel kritisch zijn op wat we uitgeven. Oké, gaan we naar het volgende punt. Ja. Dat is K2, geen K3, maar K2. Nee, K2, ja, dat is die tweede hoogste berg, geloof ik. Hè? En ik hoop niet dat dit ook die tweede berg wordt, maar qua beklimming. Maar nee, dat is de intergemeentelijke samenwerking met onze buurgemeente Oost-Gelre. Ja. Ja, en wat is daar voorgevallen? Ja, wij hebben vorig jaar eigenlijk al een heel traject gestart om proberen samen te werken met Berkeland, Aalten en Oost-Gelre vanuit Winterswijk. Ambtelijk, dus geen bestuurlijke fusie, maar echt ambtelijk samenwerken. De gemeente Aalten heeft toen gezegd van nou, wij gaan kijken waar we ons voordeel kunnen halen, maar we gaan geen exclusief samenwerkingsverband aan. En waarom niet? Ja, omdat zij meer zien in losse verbanden, zeg maar. En omdat zij ook al wat meer via Dinxperlo een link hebben met Oude IJsselstreek, zeg maar. En ze hadden de automatisering al met Doetinchem geregeld, dus zij wilden zich niet exclusief binden. Toen bleven er drie over. Ja, toen bleven er drie over. Toen, het heette toen overigens geen K3, maar A3O. Berkeland is uiteindelijk ook afgehaakt omdat zij niet op beleidsmatig terrein wil samenwerken. Dat houden ze het liefst zelf, zeg maar. Dus toen zij gestopt zijn met dit traject, zijn we met Oost-Gelre verder gegaan. En toen waren er nog twee. Toen waren er nog twee, ja, zo is dat. Maar toen kwamen we er wel heel snel achter, ja, wil je dat met z'n tweeën nog op een goede schaal doen, dan moet je doorpakken. En dan moet je niet alleen de uitvoeringstaken doen, hè, zoals bijvoorbeeld de OZB-beschikkingen en dat soort zaken, of bedrijfsvoeringszaken, maar dan moet je ook beleidsmatige zaken samen doen. En dan heb je het bijvoorbeeld over onderwijs, over bijstand. Mm-hmm. Al die zaken waar je als gemeente beleid voor moet maken. Als je dat namelijk gezamenlijk doet, dan kun je dat efficiënter doen. Je kunt je kwaliteit beter borgen. En kijk, als iemand bijvoorbeeld ziek wordt, dan kun je vanuit de andere organisatie kun je iemand overnemen, zeg maar. Voor de zomer zijn we daar heel actief mee gestart. En toen kwam al heel snel dus het verhaal, ook vanuit de ambtenaren zelf, van ja, wil je dit goed doen, dan moet je eigenlijk die twee organisaties in elkaar schuiven. En dan zou je dus een ambtelijke fusie moeten hebben. Dan krijg je dus één werkorganisatie met één management daarop. Op twee locaties? Op twee locaties, ja. We hebben wel gezegd van, we zijn twee gemeentes, dus je moet ook wel twee locaties hebben. Dus de loketten blijven gewoon waar ze zitten, de ambtenaren zullen misschien wel eens af en toe de ene keer ligt ervoor en de andere keer in Winterswijk werken. Maar iedereen wordt verdeeld over die twee locaties. Mm-hmm. Ja. Ja. Maar toen? Toen kwam er opeens een motie in de gemeenteraad van Oost-Gelre die opriep om te stoppen met de voorbereiding voor de ambtelijke fusie. Dat was een week voor de begrotingsbehandeling in Oost-Gelre, dus dat is twee weken geleden nu. En daar waren we wel door verrast, want wij hadden geen signalen ontvangen vanuit Oost-Gelre, vanuit het college, dat dit moeilijk lag.
En ook onze eigen gemeenteraad was op de hoogte van dit voorgenomen besluit. Hoe kwam dat zo opeens? Ja, weet ik niet. Ik denk dat het is ingebracht door de coalitiepartijen, door OOG en door de VVD. En ik denk dat ze gehad hebben van ja, wij willen dit niet in de begrotingsbehandeling meenemen. Want daar stond het ook nog op de agenda. Er zou ook nog een collegestuk komen. Dat hebben wij dus inmiddels in ons college wel besproken. Maar die heeft het niet gered tot het college van Oost-Gelre. Dus de motie heeft opgeroepen, stop ermee. En ga kijken welke samenwerkingsverbanden er nog wel mogelijk zijn. Maar het was al zo lang bekend daaraan gewerkt werd. Waarom precies, dat allerlaatste moment? Ja, weet ik niet. Ik denk dat ze het niet in de begrotingsbehandeling hebben willen bespreken. En ik denk dat ze ook, ja, weet ik niet. Misschien dat ze signalen hebben gehad vanuit de bevolking van ja, wij zien dit niet zitten. Ik denk dat er ook wel een vrees heerste van ja, dit wordt weer een gemeentelijke fusie. En de bevolking van Oost-Gelre heeft daar misschien toch niet zoveel zin in. En dat angst voor een gemeentelijke herindeling. Dat is waarschijnlijk bij de politiek doorgedrongen. Ja. En toen hebben ze gezegd, we stoppen daarmee. Ja. En hoe gaat het nu verder? Ja, nu gaan we kijken van wat ze nog wel willen. Hè, want dat is natuurlijk ook van belang. Hè. Willen ze überhaupt nog samenwerken? Nou, dat signaal heb ik inmiddels gelukkig wel al ontvangen. Want anders is er nog maar één over. Anders blijft er nog maar één over en dan blijft alles zoals het was. Ja. Hè. En dat was ook niet de bedoeling. Want als kleine gemeente zien we gewoon dat er steeds meer taken op ons afkomen vanuit het Rijk. Wij zijn de eerste overheid. We krijgen ook de wet werken naar vermogen. Of de participatiewet heet dan geloof ik nu. Dat krijgen we erbij. Dus er komen heel wat taken op ons af, daar moeten we expertise voor hebben, daar moeten we mensen voor hebben en dat willen we gewoon heel graag samen doen nog steeds. Want dat zou wat gunstiger zijn dan? Precies, ja. En dan hoeft het misschien geen fusie te worden. Kijk, die ambtelijke fusie, dat is natuurlijk niet het doel, dat was een middel. Mm-hmm. Nou, misschien moeten we nu zoeken naar een ander middel, maar het doel blijft samen die kwaliteit zoeken, samen ook efficiënter werken en uiteindelijk misschien dus wat goedkoper. Als dat niet lukt, samenwerking? Wat zijn dan de consequenties? Ja, dat is nog lastig in te schatten. Kijk, de nieuwe regering heeft gezegd van gemeentes zouden een schaalgrootte van ongeveer 100.000 inwoners moeten hebben. Nou is dat inmiddels alweer een beetje afgezwakt. Mm-hmm. Het moet om en nabij zijn en samenwerken is ook al volgens mij voldoende. Maar ik zie wel dat landelijk, en dat is al natuurlijk langer aan de gang, dat het toch opgeschaald wordt. Als dit niet van de grond komt, dan ben ik bang dat er uiteindelijk toch dat we afsteven op een gemeentelijke herindeling. En dat is niet iets wat ik wil. Dat is ook niet wat ons college wil. Volgens mij is in de Achterhoek ook geen enkele gemeente die dat echt graag wil. Behalve Doetinchem en Oude IJsselstreek. Want die zijn al aan het praten voor een herindeling. Ja. De Oost-Achterhoek blijft het liefst zelfstandig. Maar dan zul je wel dus op een andere manier moeten samenwerken. En als dat niet van de grond komt. Dan vrees ik dat we op een gegeven moment toch van bovenaf krijgen opgelegd om te gaan fuseren. Ja. Dus dat is nog even afwachten. Ja, dus nog even afwachten. Maar we zullen ervoor voor strijden om toch die samenwerking te blijven zoeken. En op die manier toch ook te voorkomen dat we, dat we niet hoeven te forceren, zeg maar. Ja. Ja. Dan gaan we naar de storm. Ja. Ja, we blijven te maken houden met de recessie, hè? Ja, met de crisis. Want wat is hier aan de hand? Nou, er is op zich niks aan de hand. In die zin, we hebben natuurlijk als gemeente hebben de subsidie voor de storm gaan we de komende jaren terugbrengen. Hè? Dus ze zullen met minder subsidie moeten doen. Ja, en dat zullen ze dus op een andere manier binnen moeten gaan halen, dat geld. Ze zullen aan de kostenkant wat moeten doen door de kosten te verlagen. En aan de opbrengstenkant natuurlijk de opbrengsten te verhogen. Dat is een transitie waar ze al een aantal jaren in zitten, ook door middel van founders, het bedrijfsleven die meebetaalt. Maar ook door een gevarieerd aanbod toch het publiek weten te betrekken bij de storm. En dat doen ze goed volgens mij. Daar zijn ze al daar zijn, ze hebben ze al een hele slag gemaakt. Je ziet gewoon dat er wat gebeurt. Je ziet dat ze naast de culturele voorstellingen zeg maar ook andere voorstellingen gaan krijgen. Dat ze ook meer aan bedrijven betrekken erbij, uitjes, arrangementen met eten bij voorstellingen. De horeca nu in eigen beheer, dus dat pakken ze heel goed op. Ze moeten natuurlijk nog wel een slag maken, want er gaat de komende jaren nog wel wat geld af vanuit de gemeente. Mm-hmm. Maar ik ben vol vertrouwen dat ze dat gaat lukken. Ja, vergeleken met andere theaters? Ja, ik denk dat de huidige directeur heel goed bezig is. We zien ook cijfers van landelijke vergelijkbare theaters dat Winterswijk het erg goed doet. Ze halen ze tegen lagere kosten toch meer mensen binnen. En dat is een hele goede zaak. Ja. Wethouder Gert-Jan ter Ronde, hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Vorige week was de Winterswijkse afdeling van Veilig Verkeer Nederland op uitnodiging aanwezig bij voetbalvereniging FC Trias. Dit om de fietsen van de jeugdleden te controleren.
Het ging daarbij met name om de verlichting. En dat was omdat de jeugd in de winter hoofdzakelijk in het donker naar het Huitingveld komt. Degenen van wie de verlichting niet in orde was, kregen een gele kaart waarop stond: "Eigenlijk zijn we blij dat we je deze kaart nog kunnen overhandigen. Zorg even voor goede verlichting op je fiets, dat scheelt een hoop narigheid." Met deze kaart kon men naar verschillende aan deze actie deelnemende rijwielzaken voor reparatie. Ik ben bij Trias, waar een verlichtingactie is voor de jeugd. Bij mij aan de tafel zit de heer Reuvenkamp van Veiligverkeer Nederland van de afdeling Winterswijk. En de heer, even kijken, Gerwin ter Haar van de FC Trias, secretaris. Klopt, ja? Goed, meneer Reuvenkamp, wat doet Veiligverkeer Nederland eigenlijk allemaal? Als we dat op de Winterswijkse situatie betrekken, dan is het zo dat we in Winterswijk kennen ons de meeste mensen van het verkeersexamen. Fietsencontrole op de basisscholen. Scootmobieltrainingen, broemenritten voor senioren, fietsvaardigheidstrainingen. We geven adviezen op het gebied van verkeersknelpunten in Winterswijk. Mensen kunnen ons altijd bellen of mailen als ze een probleem hebben in de wijken, buurt of straat. En dan proberen we daar ook nog wat aan te doen. Ja, kijk, maar alles wat met verkeersveiligheid te maken hebben, daar besteden wij aandacht aan. We zijn een plaatselijke afdeling en we hebben in Gelderland tig afdelingen en we hebben een landelijke organisatie. En die landelijke organisatie die doet eigenlijk ook de publiciteit op de landelijke televisie en daar komen ook de spotjes van Veilig Verkeer. Ja. En we hebben ook nog een aantal adviseurs, met name een ambtenaar van de gemeente, twee ambtenaren van de gemeente zijn bij ons adviseur, de politie is adviseur en we hebben ook nog een rijschoolhouder die ook... nu wel penningmeester is, maar ook adviseur is bij ons. Wat voor rol spelen die adviseurs, behalve advies geven? Nou, kijk, van de gemeente uit, dat zijn verkeerskundigen. En verkeerskundigen die zijn ook dagelijks bezig met verkeersveiligheid. En dat is dus een goede combinatie. De politie is op een hele andere manier met veiligheid en met veilig verkeer bezig. En dat is meer het schrijven van de bonnetjes. Dus dat is ook een hele belangrijke partner. En een autorijschool, ja, die leiden dus jongeren op in het verkeer als het gaat om autorijbewijs, brommer en motorrijbewijs. Ja. Dan Trias. Gerwin, hoe is Trias nou bij deze actie gekomen? Nou, dat is al ongeveer een jaar geleden dat in een van de bestuursvergaderingen door een van de bestuursleden eigenlijk aandacht gevraagd werd voor de verkeersveiligheid van onze jeugd die op trainingsavond richting het Huitingveld komen en na afloop natuurlijk ook weer huiswaarts keren. Waarbij we natuurlijk af en toe ook wel constateren dat er ook leden van Trias zonder verlichting naar huis fietsen. En daar hebben we toen van gezegd, daar moeten we eigenlijk eens een keer wat aan doen. En vanuit die gedachte, vanuit dat idee is eigenlijk deze actie ontstaan. En we hebben toen Veilig Verkeer Nederland benaderd. Die hebben ons doorverwezen naar de plaatselijke afdeling. En zo zijn we met Anton Reuvenkamp in gesprek gekomen. En nadien hebben we ook nog een aantal andere instanties enthousiast gekregen voor deze actie. Met eigenlijk maar één doel. En dat is ervoor te zorgen dat leden veilig naar het Huitingveld toe komen. En ook naar de wedstrijd of naar de training weer veilig huiswaarts keren. Het is niet zo dat wij daar verantwoordelijk voor zijn. Uiteindelijk zijn de leden en bij de jeugdleden natuurlijk de ouders verantwoordelijk voor het zich houden aan verkeersregels en het hebben van deugdelijke verlichting op fiets of scooters. Maar we hebben daar als vereniging wel onze verantwoordelijkheid in genomen door de leden in ieder geval op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen. En dat vormt gegeven middels deze drie avonden dat we hier met veel enthousiaste vrijwilligers en instanties als een Veilig Verkeer Nederland en de politie en ook nog een aantal sponsoren, lokale rijwielzaken, dat die allemaal meedoen. Ja. Maar dan heeft u dan toch geconstateerd dat de leden op een onveilige manier zonder verlichting hier naartoe kwamen fietsen eigenlijk? Of? Nou, we hebben gelukkig is het zo dat de meeste leden wel met een deugdelijke verlichting naar huis gaan. Maar we zien natuurlijk, en ik denk dat dat niet alleen voor Trias geldt, maar dat dat in zijn algemeenheid zo is, dat er ook mensen zijn, jeugdleden zijn, maar ook ouderen die het niet voor elkaar hebben. Dat is een constatering, maar wat wij het belangrijkste vinden is gewoon dat men veilig thuis komt. En het is nu eenmaal zo dat je dan een deugdelijke verlichting op je fiets moet hebben en daar vragen we aandacht voor. Ja.
Want we willen graag hebben dat de leden ook de volgende keer weer gewoon op de training zijn en zondags of zaterdags op het voetbalveld staan. Dus dat er geen ongelukken gebeuren. Vandaar deze actie. En dan loopt dat met vrijwilligers. Wat voor soort vrijwilligers zijn dat? Ik heb begrepen dat er stage mensen lopen. Ja, we hebben uiteraard vanuit de vereniging zelf een aantal vrijwilligers bereid gevonden die hier elke avond in ieder geval de verkeersstroom in goede banen leiden. En Anton heeft namens Veilig Verkeer Nederland, afdeling Winterswijk, een aantal stagiaires betrokken in deze actie. Maar daar kan hij misschien zelf even wat over vertellen. Ja, Anton, wat zijn dat voor stagiaires? Jongeren van Schaarsvoorde, die in het kader van de maatschappelijke stage dus een aantal uren op jaarbasis stage moeten lopen. Kijk, dat doen wij al met het verkeersexamen. En we gaan op de Schaarsvoorde volgende week ook de fietsen controleren. En dat wordt dan ook, zeg maar, door de jongeren gedaan vanuit de maatschappelijke stage onder supervisie van ons. Ja. Maar misschien kan ik nog iets zeggen over het initiatief van Trias. Als plaatselijke afdeling hebben we dat graag omarmd, omdat het een ontzettend goed initiatief is, vinden wij. En wij willen als Veilig Verkeer Nederland afdeling Winterswijk ook landelijk daar wat reclame voor maken en hopen dat het een navolging krijgt bij andere verenigingen die dan toch op de een of andere manier zeggen van ja, het is weliswaar niet onze verantwoordelijkheid, maar we pakken toch de verantwoordelijkheid op om samen met organisaties die daarvoor zijn aandacht te besteden aan verkeersveiligheid. Ja, ja. Dat vinden wij gewoon geweldig. Ja. Dit is nog niet vertoond, hè, dat een voetbalclub die verantwoordelijkheid oppakt en dan ook organisaties zoals de onze uitnodigen om samen met hun de aandacht aan te besteden. Dat is gewoon geweldig. Ja. Want kijk, verkeersveiligheid is niet alleen van de organisatie Veilig Verkeer Nederland. Veilig verkeer, dat is van elke Nederlander. Hè? Dus wij zijn dan ook heel blij dat iedereen daar wat aandacht aan besteedt. En zeker een voetbalclub waar 600 jeugdleden wekelijks komen. Ja, ja. De Schaarsvoorde College hier in Winterswijk, die doet dat mee aan die actie. Maar de Gerrit Komrij College, die doet dat weer niet aan mee. Hoe komt dat? Wij hebben eigenlijk hetzelfde wat we bij Schaarsvoorde in de week hebben gelegd. Van nou, ga ook eens binnen jullie scholengemeenschappen fietsen controleren. En doe dat middels maatschappelijk stage. En daar willen wij graag bij assisteren en ondersteunen. Dat aanbod ligt ook nog bij het Gerrit Komrij College. Dus ik verwacht dat het Gerrit Komrij College ook vandaag om morgen zeggen van nou, Veilig Verkeer Nederland, kom en help ons om hier ook de fietsen te kunnen te controleren. Dus ik denk dat dat goed komt. Ja. Gerwin, hoeveel leden hebben inmiddels hun fietsen laten controleren ongeveer, schatje? Nou, dat weten we eigenlijk heel precies. Want we hebben nu twee avonden de controle gehouden. Afgelopen maandag en gisteravond. Maandagavond hebben we 145 fietsen gecontroleerd. Gisteren 89. En ik ben wel erg blij te constateren dat ruim 85% van de gecontroleerde fietsen tot nu toe prima in orde was. Ja. Dus daar ben ik erg blij om. En dat betekent dat mensen toch hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Nou, en die 15% die het dan nog niet voor elkaar heeft, nou, die hebben we in ieder geval het advies meegegeven om het snel voor elkaar te maken. En daarvoor zijn ook de drie rijwielzaken, G. Onk en Erwin Merink en Stef de Graaf aanwezig. Die daar natuurlijk een prima rol in kunnen spelen. En ook daarom ook erg enthousiast natuurlijk ook ja tegen deze actie hebben gezet. Ja, ja. Wat markeer je daarna als ik het dan vragen mag? Achterlichtjes kapot of andere soort zaken? Nou ja, wat ik in ieder geval in de zijlijn mee heb gekregen. Want de mensen van Veilig Verkeer Nederland doen de technische controle. Ja, is het heel divers. Van de voorlamp die je niet doet tot het ontbreken van reflectoren. Maar ook de achterlampen waar we zo af en toe constateren dat het nog wel ietsjes brandt, maar dat de batterij bijna leeg is. Nou, de mensen wijzen dan ook de eigenaren van de fiets erop van stoppen een nieuwe batterij in. Dan ben je weer goed zichtbaar. Dat is één. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Maar twee is, het zorgt er ook voor dat wanneer de politie een keer gaat handhaven, men natuurlijk geen bekeuring krijgt. En dat is natuurlijk ook mooi meegenomen. Ja, precies. Je kunt beter een nieuwe batterij kopen als die bekeuring betalen, denk ik dan. Ja, dat rekensommetje is niet zo moeilijk. Nee. Dan nog even terug naar Anton. Anton, ik heb begrepen op jullie internetsite, er is ook een cursus informele verkeerseducatie van samen naar zelf. Kun je daar iets over vertellen? Je betrekt de ouders in? Of? Kijk, wij hebben die cursus in Winterswijk niet, maar kijk, in principe kunnen we alle cursussen die op de site staan van Veilig Verkeer Nederland, want onze landelijke site is dat, kunnen wij ook geven. Dan nodigen we gewoon zeg maar een docent uit die dan die cursus ook hier
doseert, zeg maar. We hebben wel 4 keer per jaar altijd, en die cursus noemen wij, dat is vergelijkbaar. En dat heet dan een cursus waarin een opfris gebeuren is van de Nederlandse verkeersregels. Dus dan worden alle borden, alle technische dingen worden dan doorgenomen door een rijschoolhouder. En het blijkt op dat soort cursussen, en daar waren ongeveer 30 mensen per avond aan kunnen deelnemen. Nou, dat er nog bijna niemand is die nul fouten heeft. En zelfs mensen die deelnemen, die komen erachter dat ze, als ze een verkeersexamen zouden moeten doen of een rijbewijs zouden moeten halen, dat ze dan zouden zakken. Dus u hoeft niet te vertellen of het noodzakelijk is of niet. Ja. En ik bedank u allebei voor de ontvangst en nog een prettige controle, laat ik dat zo maar zeggen dan. Hè? Ja, graag gedaan. En ik heb er alle vertrouwen in dat het ook vanmiddag helemaal goed gaat komen. Dus dan kunnen we met z'n allen terugkijken op een goede actie. En zullen we kijken of we daar volgend jaar een vervolg aan geven. En wij zullen weer van de partij zijn. Als we uitgenodigd worden, dan zijn we graag bereid om ook volgend jaar weer hier een aantal gele kaarten uit te delen. Want dat hebben we nog niet gezegd. Hè? Ja. Degene die het niet voor elkaar heeft hier, die krijgt een gele kaart. Dat is een beetje om in de voetbalsfeer te blijven. En op die gele kaart is wat hele mooie tekst geschreven. Van nou, laat nou even de verlichting maken. Dan zijn wij blij en dan is iedereen blij. En ons motto is altijd zien en gezien worden. En als dat blijft in de toekomst, dan zijn wij een gelukkige afdeling hier. Dag meneer, u bent? Ik ben Robert de Jong en ik ben een vader die 3 kinderen op de voetbal heeft. Vanavond is hier een fietsverlichtingsactie. Wat vindt u van die actie met Veilig Verkeer Nederland en Trias? Dat vind ik op zich wel een goede actie dat ze dat doen. Want het is hier een drukke weg waar die kinderen overheen moeten fietsen en... op zich vind ik het wel een goede actie. Ja. Komt u vaak op de weg? Bent u regelmatig weggebruiker in donker? Ik fiets geregeld in donker, want ik breng de kinderen hier ook heen op de fiets. En ik vind altijd vanuit de kinderen, als de verlichting moet in orde zijn, anders mogen ze voor mij niet op de fiets. Ja, ja. Dus u bent een van de ouders die het goede voorbeeld geeft? Ja, nou dat proberen we dan. Ja. Ja. Gaat het voetballen? Voetballen gaat hartstikke goed. Okay. Ja, de kinderen gaan elke dag met plezier. Slecht weer, donker, maakt niet uit. Ze willen altijd hier naartoe. Okay. Bedankt voor het gesprek. Is goed. Op 1 december houdt de Borstkankervereniging Nederland een winterwandeling. Dini Prinsen gaf hierover de volgende informatie. In de studio is aangeschoven Dini Prinsen, actief vrijwilliger van de Borstkankervereniging Nederland. Zeg ik het zo goed, Dini? Ja, helemaal goed. Jij bent hier omdat jullie een bepaalde activiteit organiseren. Maar eerst eventjes voor de duidelijkheid. Actief vrijwilliger, wat houdt dat precies in? Nou, dat houdt in dat je voor lotgenoten wat gaat organiseren in je eigen omgeving. En dat is in dit geval Winterswijk en omgeving. En jij organiseert dat zelf? Ja. En dat gaat uit van de borstkankervereniging of hoe moet ik dat precies zien? Dat is nu B-actief noemen ze dat. En dat is vanaf 1 januari 2012 is dat de nieuwe werkwijze van de BVN. Dan kun je zeg maar persoonlijk wat gaan organiseren voor lotgenoten. In het verleden was dat, ging het echt vanuit de afdelingen. En dat hoeft niet meer. Nu kan iedereen zelf met iets komen? Ja, als je lid bent van de BVN en je hebt goede ideeën en je wilt je inzetten als vrijwilliger, dan kan dat. Ieder lid kan dat doen? Ieder lid kan dat doen. Ja, en dan organiseer je zelf zomaar iets of hoe gaat dat dan? Want het zal ook nog wel geld kosten soms. Ja, je kunt 2 keer per jaar een budgetaanvraag indienen voor je activiteiten. En dat wordt in Utrecht beoordeeld of dat toegekend wordt. En ik heb het in het voorjaar gehad en voor het najaar had ik weer een aanvraag ingediend en het is dus weer toegekend. Ja, en in het voorjaar, welke activiteiten waren dat? Toen hebben we een creatieve avond gehad en een tapasworkshopavond in de galerie. Ja, en wat ga je nu doen? We gaan nu een sportieve winterwandeling organiseren. Wanneer is dat? Dat is op 1 december. Hier in Winterswijk. Ja, en wat houdt het precies in? Winterwandeling, is dat heel erg sportief, dat het heel veel eisend is? Nee, het wordt wel aangepast
voor lotgenoten. Want iedereen weet wel, borstkankerpatiënten hebben toch soms wel wat beperkingen. Maar we gaan dus wandelen en dat gaat onder begeleiding van een wandeljuffrouw. Mevrouw Annie Oonk, zij begeleidt meerdere wandelgroepen hier in Winterswijk. En dat is sportief wandelen. En zij is speciaal daarvoor gevraagd om dat te begeleiden? Ik heb haar daarvoor benaderd en zij wil deze ochtend onze groep begeleiden. Hoe lang gaan jullie wandelen? We gaan ongeveer een uur wandelen. En hoe laat is dat? We gaan om 10:30 verzamelen bij de strandlodge. En dan gaan we daar eerst een kopje koffie drinken met wat lekkers en kennis maken met elkaar. En dan gaan we om 11:00 starten met de wandeling. En dat zal ongeveer een uur duren. Tot ongeveer 12:00 gaan we in de omgeving van het strandbad wandelen. En daarna gaan we een gevulde soep eten met stokbrood. Gevulde soep? Ja, een winterse soep. Ja, ja. Oké, dat klinkt allemaal heel erg gezellig. Is het daar ook voor bedoeld, voor gezelligheid? Of is er nog een andere reden? Het is eigenlijk bedoeld om lotgenoten te ontmoeten in een ontspannen sfeer en ervaringen uit te wisselen. Ja. Dat is eigenlijk de opzet. Ervaringen uitwisselen, waarom is dat juist een goed idee om dat via activiteiten te doen? Je kunt ook ergens een zaaltje hebben, mensen neerzetten en praat maar met elkaar. Maar... Ja, dat kan ook. Maar als je iets doet, iets maakt of bezig bent, dan gaat het vaak ongemerkt. Mensen komen met elkaar ongedwongener aan de praat. Ja. En dat is eigenlijk de opzet ervan, de bedoeling. Ben jij nou eigenlijk de enige die hier in deze omgeving activiteiten organiseert? Ja, eigenlijk wel zo'n beetje. Ik heb altijd wel hulp van Betsy Strongs. Als er wat georganiseerd wordt, Betsy komt mij altijd helpen. Maar de afspraken met het ziekenhuis of de artsen of met de krant. De PR. Dat doe ik meestal. Dat doet zij liever niet meer. Heeft ze in het verleden altijd wel gedaan. Mm-hmm. Maar dat wil zij dus liever nu niet meer. En het bedenken van de activiteiten zelf? De ideeën? Ja. Dat is de ene keer, ik wil proberen zoveel mogelijk afwisseling te brengen. Dan iets leuks en dan iets medisch en dan iets echt voor lotgenoten. Ik probeer daar afwisseling in te krijgen. Ja, want echt iets medisch, dat heb je ook gehad? Hè? Ja, dat hebben we een tijdje geleden gehad in het ziekenhuis. Het was een avond over chemotherapie. En een jaar geleden hebben we in het ziekenhuis ook een avond gehad over borstreconstructie. En we hebben al eens een keer zenuwpijn behandeld. Mm-hmm. Ja. Het is voor lotgenoten, maar kunnen daar ook nog andere belangstellenden of naasten aan meedoen? Als er een avond in het ziekenhuis is, een soort presentatie of voorlichting, dan kunnen daar ook bijvoorbeeld de echtgenoot of een dochter of een schoondochter of andere belangstellenden bij komen. Maar deze ochtend is echt voor lotgenoten. Ja, dus echt alleen de mensen zelf die het betreft. Ja. Ja. Moeten ze wel ook lid zijn van de vereniging? Of kun je ook als lotgenoot buiten die vereniging om meedoen? Nee, ze hoeven geen lid te zijn van onze vereniging. Het zou natuurlijk wel heel fijn zijn dat ze lid zouden willen worden. Ja. Maar dat hoeft dus niet. Ja. Want wat is het doel verder van de vereniging op zich? Het doel van de vereniging is eigenlijk informatie geven aan lotgenoten, lotgenotencontact en belangenbehartiging. We hebben eigenlijk drie pijlers waar het op draait, Ja, ja. Eventjes de winterwandeling. Ja. Waar is het vertrek en hoeveel deelnemers kunnen er aan, hoeveel mensen kunnen aan deelnemen en wat... Wat kost het? We gaan vertrekken bij de strandlodge. En we gaan ons dus verzamelen om 10:30. En ze kunnen zich opgeven bij de gastenservice van het ziekenhuis. Of per e-mail of per telefoon. Mm-hmm. En die gastenservice van het ziekenhuis, wie zit daar? Daar zitten ook allemaal vrijwilligers. Jij ook? Daar ben ik zelf ook vrijwilliger, altijd op maandagmorgen. Ja.
Als er borstkankerpatiënten zijn met vragen, die kunnen daar dan gewoon zich even aanmelden bij de gastenservice. Op maandagmorgen ben ik altijd daar. En als je er niet bent, dan? Dan wordt het nummer genoteerd en dan bel ik degene terug die daar naartoe heeft gebeld. Ja, oké. Okay. We waren nog even bij de informatie gebleven. Ja, deze ochtend kunnen maximaal 15 deelnemers meedoen. En de eigen bijdrage is deze keer 5 euro. En dan krijg je dus een kopje koffie met wat lekkers. Je krijgt een winterse soep met stokbrood en 2 drankjes. Voor 5 euro in de strandlodge. En aanmelden bij de gasten. En aanmelden bij de gastenservice. Dini Prinsen, hartelijk dank voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Dames, goedemiddag. Goedemiddag. Eens even kijken. Jij bent Hanneke, we hebben een zouden je en jij zeggen. Jij bent voorzitter van Zang en Vriendschap in het Wold. Hoe lang al? Ik ben bijna 4 jaar voorzitter van het koor. Maar je bent vanaf begin al lid? Ik ben vanaf het begin lid. En ja, het unieke is ook wel dat we deze maand, precies op 25 november om precies te zijn, 20 jaar bestaan. Dus dat wil ook zeggen dat ik 20 jaar lid ben van het koor. Hoe groot is jullie koor? Het koor is eigenlijk vanaf het begin zo tussen de 30 en de 40 leden groot geweest. Dat heeft wat gevarieerd, maar het heeft eigenlijk toch steeds in die volgorde een beetje gezeten. Dus dat blijkt ook dat er wel jongere lui bij komen, anders zouden jullie al niemand meer hebben. Nee, het is inderdaad zo dat in de loop van de jaren leden ons koor verlaten hebben om hele verschillende redenen natuurlijk, maar vooral ook vanwege leeftijd. En we hebben, inderdaad, zijn we in de gelukkige omstandigheid dat we toch in de afgelopen jaren weer wat nieuwe leden aangetrokken hebben. Een van die nieuwe leden zit naast jou, Agnes Hulshoff. Jij bent nog niet zo heel lang lid, hè? Nee, dat klopt. Hoe lang? Ik ben 1,5 jaar lid. En hoe kwam je erbij? Ja, dat wou ik dus net vertellen. Het was wel een hele rare samensmelting, zeg maar eigenlijk. Mijn man die had een of andere vergadering en toen trof hij daar een buurvrouw. En van? Van mij. En toen, we zitten dan bij een koor en goh, wat leuk, mijn vrouw zingt ook. Nou, ik zeg, ja, zingt ook. Dat is jaren geleden. En we zijn op zoek naar leden. En ik zal het daar wel eens zeggen. Nou, van het een kwam het ander. Ben ik er na een repetitie geweest. In juni hebben ze altijd een maand dat ze eigenlijk een beetje aan leden werven. Een beetje open Een beetje open zangrepetities. Ja. Daar ben ik naartoe geweest. En ja, daar ga je 1 of 2 keer naartoe. En dan ben je verkocht. Maar jij woont niet in het Wold? Ja. Ik woon een kleine 10 jaar in het Wold. En nooit het idee gehad, ik ga bij het Zangkoor. Nooit vanaf geweten misschien. Nou, dat wel, maar nooit gedacht van, nou, daar ga ik naartoe. En toen je de eerste keer kwam, beviel het? Ja, meteen leuk. Je werd meteen opgenomen in de club, zeg maar. Dat was gewoon heel leuk. En nou zing je daar alweer 1,5 jaar mee. Ja, met heel veel plezier. Dat is mooi. Ik ga even terug naar Hanneke. Jullie hebben nu een concert georganiseerd. Het mag geen kerstconcert heten, maar een concert in kerstsfeer. Klopt, ja, een concert in kerstsfeer. En vanwaar die, vanwaar die benaming zo. We willen niet alleen een kerstrepertoire ten gehoor brengen, maar we hebben juist gekozen eigenlijk voor een afwisseling, zeg maar, van ons gewone, normale repertoire en dan aangevuld met een aantal kerstliederen. Iets wat niet zo gebruikelijk aantal kerstliederen. Geen zijn God. Nee, dit keer niet. Nee, het is natuurlijk best heel mooi, maar we hebben er bewust voor gekozen om een aantal kerstliederen ten gehoor te brengen die niet zo veelvuldig in de kersttijd met name. Ja. Nou hebben jullie ook gezorgd dat er anderen meedoen, anders wordt het natuurlijk ook wel heel klein eigenlijk. Hè? Dan moet je de hele avond vullen. Wie hebben jullie uitgenodigd? Agnes, misschien wil jij daar wel iets van vertellen. Nou, dat is hier het Wolds Mansleurkoor. Is jouw man daar ook bij? Nee. Nou ja, had gekund. Ja, nee, maar misschien, wie weet. Ja. Nee. Het Wolds Mansleurkoor, die zingt een paar
stukken. Mm-hmm. En daarbij worden ze ondersteund en worden wij ondersteund door de Concordia, een saxofoon ensemble. Hoe kwam je daar zo bij? Is dat passende muziek erbij, saxofoon? Ja, we hebben wel eens vaker een samenwerking gezocht met de muziekvereniging Concordia. En we hebben dit keer voor een saxofoonensemble eigenlijk gekozen. Ook omdat Concordia het natuurlijk aan kan bieden. Mm-hmm. Maar omdat dat in onze ogen goed bij de nummers past die we ten gehoor willen brengen. En het is met name dus eigenlijk voor de pauze waarin het vrouwenkoor zingt. Ja. Dat ze ons bij een drietal nummers daarin gaan begeleiden. En wat zingen jullie onder andere? Je hoeft niet het hele programma te noemen, nee, maar niet een paar nummers. Ja, we zingen met name voor de pauze Jamaica Farewell. Een heel mooi Engelstalig lied. Het gaat over een zeiler die Jamaica aandoet en daar ziet dat de zon schijnt, dat de vrouwen dansen. Kortom, eigenlijk zou die er wel willen blijven. Ja. Nou, verder een heel mooi nummer, geldt misschien voor ons allemaal wel, hè. Maar een heel mooi nummer, wat het vrouwenkoor al wat langer eigenlijk in het programma heeft, is One Moment in Time. Eigenlijk ook wel bekend, hè? Een heel bekend nummer en ook een nummer wat toch wel door meerdere koren eigenlijk in het repertoire zit. Ja. En dan hebben we zo'n beetje pauze, nog een paar nummers. Ja, het vrouwenkoor zingt in eerste instantie een vijftal nummers. Het vrouwenkoor opent de middag ook. Daarna zal het Wolfsmanslukkoor ook een vijftal nummers ten gehoor brengen. En daarna houden we een pauze. En het saxofoonensemble zal na de pauze hervatten. Daarna zingt het Wolfsmanslukkoor weer een aantal nummers. En het vrouwenkoor sluit de middag dan af. Waarna we dan daarna nog gezamenlijk een tweetal nummers met het manslukkoor gaan zingen. Kortom, een heel programma. Heel programma, dat ook zo op de zondagmiddag zo van 2:30 tot plusminus 17:30 zal duren. Okay. Ja. En jullie kunnen nog leden gebruiken? Leden zijn altijd welkom natuurlijk. Zijn er ook nog mensen die... Vrouwen die geen lid zijn van jullie koor. Nog heel wat. En in onze ogen ook wel die prima, denk ik, zouden passen. Maar mogen er ook leden van buiten het woord komen? Ja, graag ook zelfs. En ons koor, ik vertelde net al, het bestaat 20 jaar. En het koor is in de tijd eigenlijk ontstaan doordat de Wolse school 200 jaar bestond. Toen was er nog geen vrouwenkoor en in die musical heeft een vrouwenkoortje eigenlijk een aandeel gehad. En toen dachten een paar Woldse vrouwen van, nou dat moeten we eigenlijk toch in het Wold ook kunnen. Hè? Wat de mannen kunnen, moeten wij ook kunnen. Ja, dat is best uniek eigenlijk, dat je in zo'n kleine gemeenschap van 900 mensen. Ja, zo 800-900 inwoners telt het Wold. Je hebt een gymnastiekvereniging? We hebben een gymnastiekvereniging, we hebben een toneelvereniging, we hebben een schietvereniging. Eigenlijk twee koren. Alle culturele activiteiten zijn in het Wold eigenlijk te vinden. Even kijken. Pianobegeleiding, hebben we het net in het vorige gesprek nog even over gehad. Ja, graag wil ik toch ook nog wel even vertellen dat ons koor sinds 3 jaar onder zeer professionele leiding eigenlijk staat van Heike Rotherm. Waar komt zij vandaan? Heike Rotherm is van oorsprong een Duitse vrouw en ze woont nu ook een drietal jaren in Dinxperlo. En we zijn eigenlijk op haar pad gekomen toen we op zoek waren naar een nieuwe dirigent. En eigenlijk dankzij het Winterswijks Mannenkoor, waar ze een tijdje dirigente, interim dirigente is geweest. En dus zo komt van het een het ander komt het balletje rollen. Ja. En Heike was dus eigenlijk op zoek naar een vrouwenkoor. Want ze heeft naast ons vrouwenkoor Zang en Vriendschap, begeleidt ze ook nog, of heeft ze onder haar hoede nog 3 andere koren. Waaronder ook een vrouwenkoor nog. En ze wilde dus in die tijd graag nog een vrouwenkoor toevoegen. En dat zijn wij geworden. Ja, en we zijn daar heel erg blij mee. Hebben jullie, Agnes, het laatste jaar nog vaker opgetreden of blijft het eigenlijk bij 1 keer per jaar? Nee, het is af en toe een keertje op aanvraag dat we dus ook in verzorgingshuizen of bij bijeenkomsten worden gevraagd. Dat, daar, en dat doen jullie dan belangeloos? Huh.
Nou, is dat een moeilijke vraag? Niet helemaal, nee, maar we vragen wel een onkostenvergoeding. Hè. We hebben natuurlijk een dirigent, een pianiste die betaald moet worden. Hebben jullie ook een website? We hebben een website die geïntegreerd is in de Woolse website, info.wold. Daar staan alle Woolse verenigingen op en ja, vanzelfsprekend ook het... .wold. Ja, .nl. Klopt. Ja, .nl. Goed. Ja, ja. 9 december nogmaals, 2:30 in verenigingsgebouw. Juliana in het Wold, een concert in kerstsferen. En Slingeland neemt dat concert op. Dus alle mensen, alle Winterswijkers die dat willen zien, die kunnen een week later ongeveer... het hele concert zien. Ja, maar we hopen natuurlijk ook dat de mensen op die 9e december in ons verenigingsgebouw zullen komen. Niet alleen natuurlijk laten kijken op Slingeland, maar we hopen natuurlijk dat we ook door middel van dit praatje mensen toch enthousiast hebben kunnen maken. En ik hoop dat ze die 9 december om 2:30 middags in het verenigingsgebouw zullen zijn, waar het gebouw aangekleed zal zijn in kerstsfeer en wij een prachtig programma voor het voetlicht proberen te brengen. En dus ik wil heel veel mensen, ik moet zeggen, we stellen een vrije gift op prijs, maar er is geen vaste entreeprijs. Nee, maar je moet het er ook nog een beetje aan overhouden. Ja, dat hopen we ook, maar de mensen kennende die ons concert bezoeken, we hebben een mooie melkbus bij de ingang staan en daar geven mensen gul en dat hopen we natuurlijk voor die 9e december ook. Dames, ik dank jullie hartelijk voor dit gesprek en ik wens jullie een hele leuke, succesvolle uitvoering. Dankjewel, erg bedankt. En tot zover deze actualiteitenrubriek.